Vanmiddag is er een grote brand uitgebroken in een zonnestudio op de markt in Lochem. Meerdere brandweerauto's waren ter plaatse gekomen en de brandweer heeft deuren en een raam ingeslagen om bij de brand te komen. Een waterwagen vanuit Laren en een hoogwerker uit Zutphen waren opgeroepen om te komen assisteren bij de bestrijding van de brand. Vier personen hebben vermoedelijk rook ingeademd. Het is niet bekend hoe het nu met ze gaat. Tijdens de brand was er veel rookontwikkeling. De zwarte rook was in de verte duidelijk zichtbaar. De plek van de brand was afgezet met lint, om zo de ramptoeristen op afstand te houden.